In Lindeholt was nog geen woonzorghuis voor beschermde woonomgeving voor bewoners van de wijk die daar behoefte aan hebben. Zij kunnen nu in hun eigen vertrouwde wijk oud worden in een zorghuis met allerlei goede kwaliteiten. Er wonen hier dus inderdaad 45 bewoners, 15 mensen met een lichamelijke ouderdomsprobleem en 30 mensen met geheugenproblematiek, dus dementie. Mensen hebben allemaal een 45 vierkante meter twee-kamer-appartement, eigen sanitaire voorzieningen. En ze wonen in groepen van 7 à 8 bewoners samen en delen ze dus een huishouden samen in een huiskamer. Er wordt iedere dag vers gegeten, vers gekookt en gegeten met elkaar. Activiteiten worden daar georganiseerd. En ook weer in verbinding met die wijk, dus ook naar buiten toe. Nou, daar is onze tuin heel erg behulpzaam bij. Waar inderdaad ook wijkbewoners en onze bewoners met naasten kunnen vertoeven. En dat wordt ook nog ondersteund door een buurtkamer gelijk rechts naast de ingang. Waar inderdaad ook buurtgenoten, wijkgenoten gebruik van kunnen maken. Niet alleen ouderen, hun dierbaren en personeel is welkom in de Agnetenhof. Elke extra helpende hand is welkom. Vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Daar is iedereen altijd welkom en dat is ook niet dat je 3 dagen, al kom je maar 2 uurtjes per week, al kom je maar 1 uurtje per week. Daar zijn we echt al heel blij mee en ook onze bewoners juist voor de nodige afleiding.